Ja, dit gebeurt er nog te weinig in Rotterdam. Er mogen wel wat meer gay-minded feestjes bijkomen. Dat zeggen de initiatiefnemers van Rotterdam Gay Destination. Zij vinden dat de stad voor gays de place to be moet worden. En dan gaat het niet alleen om feestjes. Dan betekent dat de stad moet investeren in wonen, werken, verblijven, uitgaan, vertier voor gays. En dat is niet alleen maar voor de gays zelf, maar ook voor alle andere mensen in de stad. Als je gays in je stad hebt, en gays dat zijn lesbiennes, homoseksuelen, transgenders en biseksuelen, als je die in je stad hebt, dan wordt de stad er leuker, dynamischer, vrolijker van. Vandaag presenteerden ze hun plannen op het stadhuis. De burgemeester is positief, maar plaatst nog wel een kanttekening. Het initiatief ligt wat hem betreft bij de Rotterdammers zelf. Ja, het is heel belangrijk dat de gay community ook in Rotterdam het gevoel heeft, wij doen ertoe. Deze stad is van ons en we willen hier onze gang kunnen gaan als mens, als burger. Hoe gaat u dat proberen te creëren? Nou, ik denk dat het eerlijk gezegd veel minder overheid is als het gaat om hoe verander je dat nou de komende jaren ten positieve. Het is vooral wat de gemeenschap zelf tot stand kan brengen. Welke concrete plannen er vandaag bedacht zijn is nog niet bekend. Maar als we de initiatiefnemers mogen geloven, worden er naast goede winkel- en woonvoorzieningen ook weer regelmatig van dit soort homovriendelijke feestjes gehouden.